Dit is RTV Slingeland, met nieuws en actualiteiten uit uw eigen regio. In deze uitzending een Valentijnsconcert in Theater De Storm, waarvan nu een fragment. Koptische orthodoxe klooster in Lievelde is donderdag 13 februari een regionaal erfgoeddag gehouden. De gemeenten in de Oost-Achterhoek voeren sinds 2017 samen het erfgoedbeleid uit. En tijdens de bijeenkomst belichten ze de opbrengst van deze samenwerking. Ook kijken ze vooruit naar de komende beleidsperiode, waarin in ieder geval aandacht zal zijn voor de toekomst van veel kerken die leeg staan of leeg komen te staan. En ook op dat gebied trekken de Oost-Achterhoekse gemeenten met elkaar op. De erfgoeddag is gehouden in het orthodox Koptisch klooster in Lievelde. Waarom hebben jullie gekozen voor deze locatie? We hebben gekozen voor deze locatie omdat dit een locatie is die een gemeentelijk monument is. Dus we hebben hem als gemeente beschermd. Het is een vroeg beschermd pand uit de wederopbouwperiode. We hebben nog niet veel panden uit de wederopbouwperiode, maar deze dus al wel. Een van de thema's die we in ons beleidsveld hebben gehad de afgelopen periode was dus de wederopbouw. Daarnaast zitten we met een kerkenvisie. Die is eigenlijk vandaag gestart, die visie. En daarin gaan we kijken wat kerken nodig hebben. Wellicht een herbestemming, want er komen kerken vrij. En deze kerk, of deze klooster is in 2014 van een katholiek klooster herbestemd naar een orthodox koptische klooster. Dus daarin valt de locatie eigenlijk precies in heel veel beleidsthema's die wij onder andere hebben gehad. En vandaag bent u ook aanwezig op de erfgoeddag. Wat hebt u hier vooral gezien vandaag? Ja, ten eerste heel veel betrokken mensen. Ik geloof dat er wel iets van 120, 130 mensen toch aanwezig waren. Dus dat is toch. Het is duidelijk dat er veel belangstelling voor is. Er zijn leuke bijeenkomsten geweest. Op themabijeenkomsten konden mensen bezoeken. De Boerderijenstichting Achterhoek presenteerde zich, maar ook over de kerkenvisie, over de nieuwe project rond interieurs van huizen, van bedrijven eventueel ook, boerderijen. Over duurzaamheid was er een mooie bijeenkomst. En we hebben wat gepraat over hoe mensen tegen het beleid aankijken en wat voor wensen ze eventueel voor het nieuwe beleid hebben. Ja, want er wordt veel gevraagd om mee te denken vooral voor het nieuwe beleid. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we weer aan nieuwe nota toe zijn. We doen het met elkaar, maar dat geldt niet alleen voor de drie gemeenten, maar ook samen met de mensen in het veld. De eigenaar, de hobbyisten, de deskundigen die we allemaal bij massa's hebben. Ja, die willen we graag betrekken bij het formuleren weer van nieuw beleid voor de periode vanaf 2021. Dus daar is dit een mooi moment voor. We hebben allerlei verschillende projecten begeleid. We hebben dingen kunnen doen omdat we samenwerken, zeg maar. Hebben we subsidies kunnen aanvragen voor bepaalde projecten. Bijvoorbeeld de energiescans of de interieurproject wat we doen. En doordat we het samen doen, hebben we gewoon meer kans om voor dat soort projecten subsidie te ontvangen. En zijn we ook interessant gebleken voor bepaalde partijen, bijvoorbeeld nu de TU Delft, die ons helpt met verschillende projecten. Naast dat ik een aantal sessies heb bijgewoond, heb ik ook een gesprek gehad met onze inwoners. Wij zijn namelijk bezig met een nieuw uitvoeringsprogramma en wij wilden heel graag van hen horen wat zij nou belangrijk vinden. En wat kwam daaruit? Nou, er kwamen verschillende leuke dingen uit. In ieder geval een denktank geopperd door een van onze inwoners. Een heel leuk idee. Ook gericht op wat kunnen we nou doen met de functies van cultuur, historisch erfgoed. Hè? En hoe kunnen we dat beter vermarkten? Bijvoorbeeld voor toerisme. En kunnen we elkaar daar samen bij helpen om dat beter op de kaart te zetten? Daarnaast hebben we het ook gehad over hoe betrekken we nou jongeren beter bij cultuur, historisch erfgoed. En toen kwam ook eigenlijk wel de wens, ja, niet alleen jongeren, maar ook ouderen. We moeten eigenlijk iedereen veel bekender maken met wat wij in Winterswijk allemaal hebben. En daar heb ik ook wel ideeën bij, omdat we ook altijd een cursus geven voor inwoners over ken jouw nationaal landschap. Nou, dat doen we dan over natuur, maar volgens mij zouden we dat ook heel goed over cultuur kunnen doen. We hebben positieve geluiden gehoord. Jullie ook?
Ja, we hebben net een aantal mensen die vertrokken die heel enthousiast waren. Ze zeiden, oh, dit moet ieder jaar. Ik zei, oh, dat is ook nog wel een uitdaging. Maar dat ze heel erg tevreden waren over de verschillende dingen die ze konden kiezen om informatie te halen. Biedt deze dag mooie positieve uitkomsten? Nou ja, voor mij in ieder geval wel. Ik heb een heel aantal mooie punten gehoord waar onze inwoners, waar onze eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed graag mee aan de slag willen. En dat merk ik, er is heel veel enthousiasme hier van die eigenaren terecht. Want ze zijn natuurlijk heel erg trots op hun bezit, dat willen ze zo houden. En als gemeente willen we daar heel graag aan meewerken. FC Winterswijk speelde zondag 16 februari tegen Sportclub Bemmel. En daarvan maakten wij het volgende verslag. FC Winterswijk nam het thuis op tegen Bemmel in de eerste klasse. FC Winterswijk dat de punten broodnodig heeft in de strijd tegen degradatie. Tegen Bemmel middenmotor. Waar het altijd lastig tegen is. Nijland met de eerste actie van de wedstrijd corner. Getrapt door Giovanni Malavo. Gevallen voor op de lat stuit hij uiteindelijk. Dat was de eerste goede kans voor FC Winterswijk. Dan Bemmel. Dit is een overtreding. Schot dan nog. Gaat naast. Maar wat rest is die vrije trap. Bemmel op de paal. Goede vrije trap daar van Bemmel. Gelukkig voor FC Winterswijk. Die bal spat uiteen op de paal. Bemmel blijft sterk. Nijland kopt. Hemink kopt ook door. Maar Bemmel neemt dan over. Vrij hakje. Kan die voorzet komen? Ja, die kan komen. In het zijnet bij Matthijs Ebbers. Dan FC Winterswijk met Roald Vink. Hemink. Is de aanname daar niet perfect? Van Giovanni Malavo. En dan komt die keeper toch niet vrij neer. Maar hij staat direct weer op. Bemmel dan met de vrije trap. Richting tweede paal. Wordt daar wel gekopt. Maar verder geen geval. Hemink dan. Zo aan de zijlijn. Jorkie Redekker al klaar staat om in te vallen. Voor zijn broer Kai Redekker. Met een heupblessure moest hij eraf. Nick Jansen gaat hier in de mangel. En verdient de vrije trap. En dan komt de wissel. Jorik Redekker dus voor Kai Redekker. Kai Redekker, heupblessure. Moet na 20 minuten de strijd staken. Dan Bemmel weer. De schot van heel ver wordt dan nog aangeraakt. Resulteert in een corner. Eerste hoekschop voor Bemmel. Bal richting tweede paal. Wordt daar gekopt. Dan gaan een meter of drie naast. Daniel Twinkel dan vecht zich dan vrij. Moet dan goed gaan vervolgen. Doet dat ook via Hemink. Kan de bal in de loop meenemen. Vindt dan Malawo. Die is helemaal kwijt. Dan naar Rensink, wat kan hij? Een schot op de handen van de doelman van BVC. Van Belmond natuurlijk. En uiteindelijk is het gevaar geweken. Dan Nick Jansen gaat achter die bal aan. Keeper van Bemmel moet uittrappen. Mulder wint het kopduel. Malawo neemt over. Vindt Rensink. Die vindt uiteindelijk Jansen. En Jansen wordt daar onreglementair gestuit. En dus de vrije trap voor FC Winterswijk. Roald Vink. Giovanni Malawo. Die laatste die gaat dan schieten. Metertje naast de goal. Dan na iets meer dan een half uur. BVC, de bal omhoog. Nijland zit er dan tussen. Roald Vink verovert uiteindelijk. Vindt dan Nick Jansen. Is eenmaal voorbij. Maar weinig steun. Al komt de Rensing goed ingelopen. En dan probeert Jansen het zelf. En dat resulteert in een corner. Paul richting tweede paal. Wordt daar uiteindelijk goed verwerkt door Bemmel. Is toch wel een gevaarlijke hoekschop. Wederom. Ingekopt door Nick Nijland. En dan zit hij erin. En dan heeft Winterswijk de voorsprong die het zo wil. En die het zo broodnodig kan gebruiken. Dan Daniel Te Winkel. Nick Jansen.
uiteindelijk opgevangen door Nijland. En Hemink, en deze bal mag er ook in hoor. En dan is het 2-0 voor FC Winterswijk, maar dat gaat hij niet. Wel gaat er niet in. Jansen, kan hij dan nog tot een voorzet voor Spaas komen? Nee. Hemink. Op het hoofd. Iemand van Bemmel. Zo, dat is een stevige. Gestrekt been op daar op Sibbe de Winkel. De aanval gaat echter door. Bemmel nog altijd. Dan glijdt daar ook nog iemand uit. Nijland glijdt uit. En dan is het alweer 1 tegen 1. En dan zijn ze bij FC Winterswijk natuurlijk niet blij. Bij Van Genen is het dan die binnenschiet. Maar die eerste overtreding op Sibbe de Winkel. Daar had natuurlijk een vrije trap voor moeten komen. Dan Giovanni Malouwel met de vrije trap vanaf de zijkant. En die vliegt maar zo binnen. Giovanni Malouwel met de vrije trap gedragen door Storm Dennis. En dan is alles en iedereen daar aan het juichen. Ernst, Bobby en de rest met z'n allen bij elkaar. Giovanni Malouwel, een werelddoelpunt. Staat hij aan de zijlijn, een metertje of twee is het. Raakt die bal ook echt fantastisch. En gedragen door Storm Dennis. Vliegt hij over de doelman van Bemmel heen in de verre hoek. 2-1. Dan Bemmel. Twee man voorbij. Moet Jörg Gredek in de achteruit. Voorzet komt alsnog. Ebbers in twee instanties klem vast. Dan in die tweede helft. Bemmel met de eerste beste aanval. Schiet. Ebbers redt. En dat doet die doelman van FC Winterswijk goed. Niks aan de hand volgens de scheidsrechter. Bemmel mag door, overname Rensink. Lange bal gespeeld daar. Nick Jansen, veel vrijheid daar. Voor de spits van FC Winterswijk. Mag officieel nog in de aanspelen. En versiert hier natuurlijk de penalty. En de gele kaart. Hele domme ingreep van die verdediger van Bemmel. En dan komt er nog een gele kaart voor praten. En uiteindelijk is het Giovanni Malouwel. Met zijn tweede, ja hoor, met zijn tweede van de wedstrijd. 3-1. Giovanni Malouwel. De vervanger van Kabir Sabotic, die geschorst was. Scoort zijn tweede van de wedstrijd. Bemmel dan wil ook een resultaat halen. Wil aansluiting houden bij de subtop. Om te kijken wat mogelijk is. Misschien promotie. En daarvoor moet het nog twee keer scoren. En daar lijkt het nu niet op. Van Malouwel gaat dan 1-1. Met nog wel een verdediger bij zich. Hoek is lastig. Kapt hem terug. Legt hem af. Nick Jansen. Ja. 5 euro boete zou je dan zeggen. Over het vangnet. Zien ook die supporters. Dan de corner. Wordt ingewerkt. Zo. Heel goed binnengekopt daar door Bart Disveld. En dan is het 3-2. En dan wordt het toch nog even binnenknijpen. Dan vrije trap voor FC Winterswijk. Daarna uit de winkel. Lastig voor de keeper. Uiteindelijk gepakt. Malouwel met de corner. En gewerkt. Malouwel met de herkansing. Goed richting tweede paal. Zo. Jörg Redeker. Die had daar heel wat moois in gedachten. Maar zo mooi werd het niet. 3-2. Bleef het. Diep in blessure tijd. Weer daarna uit de winkel met zo'n enorme loei. Maar uiteindelijk bleef het daar ook bij. FC Winterswijk pakte 3 heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. En vindt met 3-2 van Bemmel, mede dankzij 2 goals van Giovanni Malouwel. Oefenen met je bandje is leuk, maar optreden nog altijd een stuk leuker. En zeker ook spannender. En nu het aantal podia en cafés waar bands kunnen optreden eigenlijk alleen maar afneemt in Winterswijk, maar er wel, bijvoorbeeld via muziekcentrum Boogie Woogie, telkens nieuwe bands ontstaan, is er toch een goede mogelijkheid tot optreden. En dat is de jaarlijkse bandjesavond. En die was dit jaar op vrijdag 14 februari. Do the things you do before. They say, ooh.
jullie wel. We hebben bij Boogie Woogie een paar bandjes en ieder bandje wordt gevraagd om op deze samenspelavond mee te doen. Ja, en dan ga je met je bandje bespreken of het iedereen leuk lijkt. En meestal vindt iedereen het wel hartstikke leuk om mee te doen. My love, she likes to sing along with me. But she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the man I know. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Een bandjesavond is een avond die is ontstaan naar aanleiding van Samenspelweek, omdat leerlingen normaal eigenlijk individuele les hebben. En dan vooral bij popleerlingen is het dan wel heel leuk als ze leren samenspelen. En dan hebben we één keer in het jaar hebben we een Samenspelweek. En dan maken we combinaties van verschillende leerlingen die dat ook leuk vinden. Om samen te spelen. En we hebben drie reguliere bandjes. En die spelen dan ook samen met op de bandjesavond. Ik denk wel dat je op zo'n avond kan groeien als band, want je leert optreden, je leert interactie hebben met het publiek bijvoorbeeld. En daardoor kan je als band verder komen en leukere dingen doen. You put salt in the wound and a kiss on my cheek. You butter me. Sit down to eat. You add insult to injury. Ik heb het hartstikke leuk gevonden. Ja, het is toch wel wat anders dan repeteren. Met de repetitie zit je altijd in een klein groepje. En dan heb je nu toch wel de kans om op het podium te staan. En mensen te laten horen wat je al die tijd hebt geoefend. En dat vind ik heel erg leuk, ja. Een heus Valentijnsconcert vond plaats op zaterdag 15 februari in Theater de Storm. En het gaat op die dag van de liefde niet alleen om mensen, maar ook om organisaties. De opleidingsorkesten van muziekverenigingen Eendracht en muziekvereniging Excelsior creëerden een afwisselende en liefdevolle mix van harmonie en fanfaremuziek. En er was meer dan dat. Liefde voor muziek. Samen spelen, samen luisteren. Samen maken ze bij muziek. Zie ze nu zitten,
bugel naast klarinet, in de muziekwereld uniek. Een idee geboren in iemands brein. Hoe zou het gaan als fanfare en harmonie samen zijn? De match was gemaakt tussen Excelsior en Eendracht. En kijk eens wat het van goeds heeft gebracht. We maken muziek over liefde en gevoel. Maar luister eens goed, dan weet je wat ik bedoel. Jong en oud speelt de noten met elkaar en voelt zich verbonden, ook al is het even maar. Love is in the air bij dit bijzondere concert voor het orkest onder leiding van Gerald en Gert. Beide dirigenten slaan ons er samen doorheen en dat ene uiterlijke kenmerk hebben ze in ieder geval gemeen. Samen met elkaar gaan we verder met de muziek, mooi om te spelen voor jullie als publiek. Geniet van de klanken van fanfare en harmonie. Samen luisteren naar de liefdesmelodie. Thank you.
Dat is ook deze keer niet te volgen via social media. Facebook, Twitter, YouTube en onze website. Dit was de eerste uitzending van TV Slingeland deze week. Aanstaande woensdag zorgen we weer voor een nieuw actueel programma. In ons programma van vrijdag is er in ieder geval aandacht voor de gemeenteraadsvergadering van Winderswijk. En dan staat de verbouwing en verduurzaming van het raadhuis en het gemeentekantoor op de agenda. Een klus van in het totaal ongeveer 2,5 miljoen. In januari nam de raad nog geen besluit over de volledige werkzaamheden. Dit omdat een groot aantal raadsleden eerst een goedkopere variant uitgewerkt wilde zien. Rest mij nog u een prettige dag te wensen.